Goeie tussen de middag dit keer, want ik heb mijn theetje nu een keer op een ander tijdstip dan de ochtend. 'S Morgens kan ik soms wel erg gehaast zijn, dus vandaar nu tussen de middag. Mijn boterhammetje ligt hier al klaar om te smeren. En dag 16 dag 16 gaan we beginnen met de lunch met een lekker kopje thee van dag nummer 16. Eventjes checken wat het ook alweer was. 16 skinny vanille staat erop. Zal het met vanille zijn? Ja, vanille. Ik ben wel gek op vanille. Dus wat dat betreft komt dat mooi uit. Maken we weer lekker mok met slingerthee van. Een mooie mok die Claudia en ik van Caroline hebben gekregen. Toen we samen waren de laatste keer. Als Fiber Girls. Leuke herinneringen aan. En ik hoop dat we nog veel meer herinneringen gaan maken met ons drieën. Ook Claudia en Get Creative with Caroline, of Caroline, hebben een eigen kanaal waar ze ook Vlogmas vieren, zeg maar. Claudia is Claudialogie. En Caroline is Get Creative with Caroline. Ga een kijkje nemen bij ze. Trouwens, hun YouTube kanaal staat als link onder in de beschrijving. Dus ik zou zeggen, kijk ook even. Nou, ik ga even lekker lunchen. Tot de volgende keer maar weer. Zo, we gaan even een rondje met de hondjes. Oh, hij loopt al wel. Nou, even goed vastpakken. Zo, kom op. Een beetje onhandig filmen zo, maar voor de rest gaat het allemaal prima. Ik had wel even gezegd, kijk, dit is ons plein, hier wonen wij. Leuk zo, hè? Die dichte gordijn, daar is ons huis. Er zijn mensen die het allemaal heel mooi met allemaal lampjes buiten versierd hebben. Zo uitbundig zijn wij niet, maar ik vind het altijd wel gezellig staan, hoor. Jullie ook? Ja, en hij is reizen geplast en moet Marley er nog even overheen. Nou. Interessant, hè, honden die hun behoeftes doen. Ja, maar dit zijn toch wel de dingen die mij overdag bezighouden. En volgens mij is Reisa niet helemaal fit vandaag, want die gaat weer gras eten. Marley trouwens ook, maar die doet Reisa gewoon na. Lekker, hè? Je ziet net een stel koeien samen. Zoals jullie horen, ben ik net uit bed. Ik praat nu voor het eerst vandaag. Kom maar. Nou, loop maar even door. Kom maar. Kijk, daar gaan we naartoe. Dat doe ik meestal even een rondje omheen. En dan lopen we weer terug. 'S Morgens. Kom maar. En op dit gebied, dit stuk hier... gaan ze volgend jaar, dit is een afgekeurde skatebaan, wordt nog wel gebruikt, wordt ook niet afgesloten ofzo. Dit hele stukje die gaan ze over een jaar ongeveer bouwen. Nou, dat is mooi toch? Vooral zomers hangt hier heel veel, morgen! Vooral zomers hangt hier heel veel jeugd rond. Dat is voor de jeugd natuurlijk wel leuk, maar voor ons wat minder. Dat trekt wel allemaal volk wat hier niet hoort. Ja.
Dat was de buurvrouw met de hond van de dochter. Op een of andere manier moeten die hondjes elkaar niet en gaan ze blaffen. Meestal begint die hond van haar eerder. Nou, Reiza gaat even zitten. Heel interessant, hè? Ik ben inmiddels al 3 minuten verder. Dat is de skatebaan van dichtbij. Dus over een jaar kan ik hier niet meer met de hondjes lopen, zeg maar. Dat is niet erg. Dan ga ik de andere kant op. Dat is ook leuk om te filmen. Dus ja. Ik laat het hier even bij, want ik ga even poep ruimen. Goed, inmiddels heb ik mij gedoucht en heb ik wat makkelijks aangetrokken en is het nu tijd om even wat te strijken. Heel veel mensen, denk ik met mij, zullen niet zoveel strijken, hebben een hekel aan strijken. Nou, het is niet dat het mijn hobby is, maar ik vind het ook niet erg om te doen. En ik vind zelf altijd vaak, ik weet niet hoe jullie dat vinden, ik vind het erg prettig als mijn kussenslopen mooi strak gestreken zijn, anders gaat het allemaal zo bobbelen en zo, ja. Ik lig er toch met mijn hoofd op en ik wil lekker liggen, dus ik strijk dus mijn kussenslopen sowieso altijd. En vaak ook nog even de bovenkant van de dekbedhoes, of in elk geval de instopstrook. Want dan kan je die mooi strak onder het matras, want ik wil graag altijd mijn voeten vast hebben liggen, zeg maar. Ik weet niet hoe jullie slapen, maar mijn man die heeft het liefst altijd los aan het eind. Maar ik wil graag lekker ingestopt liggen slapen, zeg maar, ook mijn voeten. Als het dekbed aan het voeteneind losgaat, dan op een of andere manier slaap ik daar niet lekker. Dan worden ze koud of weet ik niet veel. Dus ik strijk mijn dekbed, in elk geval mijn kussenslopen even. En daarbij ook nog even de instopstrook van mijn dekbedhoes. En heel soms als ik echt veel zin heb of... Want ik luister vaak boeken. Ik lees ze niet, maar ik heb luisterboeken. Ik heb een abonnement op BookChoice. Dan krijg je elke maand 8 e-books en 8 luisterboeken. De meeste zijn toch thrillers en romans en feel good. Nou, die feel good vind ik een hele leuke afwisseling met thrillers. En nou ja, als ik dan inderdaad aan het strijken ben, is echt even voor mij zo'n rustmomentje in het weekend vaak even. Dus nu nog geen weekend. Ik liep achter met mijn strijk, zeg maar, omdat ik zo druk ben met de vlogjes. Dus doe ik het even nu. En ik denk, ik neem het gewoon op. Ja, waarom ook niet? Het hoort er ook bij. En volgens mij, wij hebben afgelopen week, althans de Fiber Girls en ik, hebben heel veel mensen genoemd die ook nou vlogmas doen en die we volgen. En nou zijn er een aantal bij. Ik doe het niet expres, maar je vergeet nog wel eens iemand. Je slaat nog wel eens iemand per ongeluk over. En ik volg dus wel ook Wendy van de Draadzaak. Maar eigenlijk, ja, waarom volg ik haar? Gewoon omdat ik het een leuk mens vind. En ze is Gronings. En ik heb mijn grootste deel van mijn jeugd in Groningen doorgebracht. Dus dat heeft dan altijd iets. En toen ze gisteren, of eergisteren, ik weet niet meer wanneer het was, Groningse woorden erin geworden. Ja, ik wist ze eigenlijk allemaal, alleen één verstond ik niet goed. Dus dat is dan wel weer heel leuk. Toen zei ik al, zal ik dan in het Twents er wat in gooien? Hoor, zes, doe maar als je denkt dat je het moet doen. Maar ik ben wel geboren in Enschede, maar ik was 3 of bijna 4 toen we hier weer weggingen. Toen verhuisden we naar Zeeland. Daar heb ik ook nog gewoond. Ja, maar daar heb ik eigenlijk niet gewoond. Ik was weer, ja, in het zuiden van het land heb ik nooit gewoond. Maar dat zal ook nooit gebeuren, denk ik. Maar in mijn studentenjaren woonde ik in Den Haag. Daar woonde ik alleen. Dat was voor het doek dat ik mezelf ging, zeg maar. En van mijn 9e tot mijn 20e heb ik in Groningen, in de stad Groningen gewoond, ook op verschillende wijken trouwens hoor. En
Nette, mijn bonusdochter, die studeert daar. Mijn oudste dochter heeft daar gestudeerd, is inmiddels afgestudeerd. En mijn broer en mijn oudste zus wonen er nog. Mijn zusje die woont half in Amsterdam of Zwanenburg en half in Eelde. Dus die is ook nogal een beetje blijven plakken, zeg maar. In de weekenden zijn ze vaak in Eelde. Of is ze vaak in Eelde. Mijn moeder die woont tot nu toe ook altijd in Groningen. Die woont nu in een verpleeghuis. Toevallig ook, verpleeghuis, woongroep. Ook in Eelde. Waar ik ook elke 14 dagen even langs liep. Het lukt gewoon niet elke week. Maar zeker met de huidige benzineprijzen die gelukkig alweer wat dalen, is het ook bijna geen doen. En als je er echt een dagje van kunt maken, is dat natuurlijk leuk. Maar echt veel langer als 3 kwartier zit je er niet. Dus ja. Maar goed, dat was even een heel klein stukje strijkwerk en een stukje geschiedenis van mij. Ik heb via omzwervingen ben ik weer in Enschede terechtgekomen. Hiervoor woonde ik in Deduusvaart. Een heel gezellig dorp waar je eigenlijk iedereen gewoon de groet. Dus toen ik hier kwam wonen, zo'n 12 jaar terug. Toen moest ik echt wel even wennen hoor. Want de stad is dus echt niks voor mij, dat heb ik wel gemerkt. We hopen eigenlijk dat we hier ooit nog eens weg kunnen. Om elders te gaan wonen. Ja, het liefst in een dorp. Waar men elkaar mag gewoon groet elke dag. Ook al ken je ze niet, die meeste ken je wel van gezicht. Dat, ik vind het wel heel prettig. Ik vind het wel heel fijn. Ook allemaal wat socialer op een of andere manier. Toen ik jonger was, vond ik de stad mooi. Maar goed, dan ben je jong, dan wil je nog heel veel ontdekken. En dan snap ik dat ook wel. Maar nee, ik ben beslist geen stadsmens. Ik kom ook zelden in de stad. Als ik naar mijn werk moet, die 3 keer in de week, die 3 dagen in de week, dan fiets ik dwars door de stad. Dat hebben jullie natuurlijk wel eens gezien, hè? In een van mijn vlogjes. Nou ja, dat is eigenlijk de enige keren dat ik in de stad kom. Maar winkelen in de stad? Oh nee, het is helemaal niet meer mijn ding. Het is mij allemaal te druk en te vol en nou ja. Noem het maar op. Kijk, dit is dus de vlak van het dekbed. Ik heb nu een dekbed van het dekbedovertrek van IKEA. Dat kom je misschien wel bekend voor. Eén nadeel van hun dekbedhoezen is dat daar geen flap aan zit. Zo'n instopstrook. Dus meestal koop ik er ook nog een eenpersoons bij. Zodat ik daar weer stukken van af kan knippen om een flap van te maken. Ja, meestal koop ik 2 dekbedovertreksets. Als ik ze koop, koop ik meestal 2. Als je het een beetje mooi hebt, dan kun je ze afwisselen. Hè? Sowieso als de een in de was zit. Maar er zitten nooit instopstroken aan. Dus deze heb ik er nou zelf aangemaakt. Je kunt ook zien, dit is ook een andere kleur. Dit is de groen-witte. Maar dit vind ik wel helemaal fijn zo. Ik heb nu even geen zin om ook de bovenkant te strijken. Het ziet er wel wat mooier uit als het gestreken is. Maar weet je, je hebt toch je ogen dicht als je slaapt. Dus who cares? Ik heb ooit eens een cliënt gehad. Ik heb natuurlijk ook in de thuiszorg gewerkt bij de oudjes thuis. Om ze te ondersteunen in het huishouden. Maar er waren zelfs oudjes bij die hun ondergoed streken. En mensen die zelfs theedoeken en handdoeken strijken. Handdoek is natuurlijk helemaal fout. Want dan strijk je dus ook de vezels plat mee. En theedoeken strijken is ook trouwens ook niet goed. Dan strijk je ook de vezels plat mee en ook gelijk, dan drogen ze niet meer zo fijn af. Dat is mijn ervaring. Maar goed, ik ben klaar voor vandaag met mijn strijk en ook gelijk met deze video. Tot later! En dit is ook een hele leuke afsluiter. Ik kreeg van 2 hele lieve mensen
mensen die mij volgen en mensen die ik volg, kreeg ik een kerstkaart en een railbord. Echt zo grappig. Dat, je verwacht het echt niet. Ik had het hier toevallig, keek ik naar een vlog van Alita. En daar had ik ook gevraagd van, hey, hoe werkt dat precies en wat kun je aanraden? En toevallig heb ik vandaag die vlog gekeken en nou ja, er kwam dus wel allerlei hele mooie dingen uit. Maar gisteren kreeg ik dus dit toegestuurd. Ik denk, ach, wat leuk, een railbord. Ik moet alleen nog even kijken hoe, dat, ja, hoe ik het makkelijkste mee om kan gaan. Ik ken het eigenlijk niet. Er staat natuurlijk wel van alles op. Het is wel allemaal in het Engels. Maar volgens mij ook in inches. Als ik, ja, inch chart. Oh, centimeter chart staat eronder. Oh, dat is wel heel fijn. En die dingetjes die je ziet, volgens mij is dat om te embossen, vermoed ik. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ik vind deze wel heel, heel, heel erg leuk. En zo lief als er aan je gedacht wordt en af en toe wat gestuurd wordt. Dit kaartje was natuurlijk van Alita. Dat hebben jullie waarschijnlijk in haar vlog ook zo lang zien komen. Hartstikke lief. Ik ben er heel blij mee. En ik wens jullie uiteraard natuurlijk ook hele, hele, hele fijne feestdagen. Kaarten sturen doe ik al jaren niet meer. Maar ik hoop dat ik het op deze manier een beetje goed maak. En ik stuur het liefst door het jaar heen graag wat leuks. Dus hou jullie brievenbus in de gaten. Want er komt vanzelf alweer een keer wat leuks. Nou. Bedankt. Het is weer tijd voor uitpakken. En dit keer heb ik mijn telefoon even op mijn tripod gezet. Omdat mijn statief nog stuk is. Helaas. Ik heb inmiddels al een extra adaptertje besteld. Zodat ik mijn telefoon daarop kan maken. Dus het komt wel weer goed. Ik leg even de pakjes klaar voor dag 16. Even kijken. We zijn al ruim over de helft, hè? Dat is mooi. En ik begin vandaag eerst met die van Linda van Wolhobby. Dag 16, wat zal erin zitten? Meestal om en om een... Oh, wat leuk! Oh, wat schattig! Ah, nee, echt. Oh, dat vind ik helemaal super. Dus om en om is het vaak, hoor. De ene dag heeft ze een wolletje en de andere dag een handig dingetje. Oh, dit vind ik echt... Fashion jewelry. Een tongbreker. Maar dit vind ik echt helemaal... Ik laat hem nog even in zitten. Maar ik vind hem echt helemaal schattig. Oh, wat super. Ik heb zelf 3 van die vouwschaartjes, zeg maar. Die heb ik ook al klaar liggen om in allerlei tasjes te doen. Maar deze komt natuurlijk ook in een tasje, zeker weten. Want het is altijd handig om een schaartje bij de hand te hebben. Lieve Linda... Super cadeautje, dankjewel. Dag 16. En nou gaan we naar die van Yvonne van Knitting Inden. Eens even kijken hoe dat zal zijn. Ah, een mooi bolletje. Ook weer allerlei kleurtjes erin. Super. Leuk. Die leg ik hier even bij. Het doosje dat vouw ik meestal gelijk even open en plat. Die bewaar ik. En nou is dit het spinwolletje van Vrouwtje. Altijd weer een verrassing wat eruit komt. Maar ik vind het leuk. Ik vind het... Oh, oh! Deze is echt heel mooi. En een lekkere thee. Die ga ik zo meteen even maken. Want het is eigenlijk wel theetijd nu. Maar ik vind deze echt helemaal geweldig. En ook zo lekker zacht. Geweldig. Zien jullie op de achtergrond andere spinwolletjes? Dan komt hij mooi bij zometeen. Reken maar. Nou, dit was dag 16 en ik ga nu even de fotootjes maken.